les. Deze week start ik met een kantoordagje en niet zomaar één. Vandaag start er namelijk een nieuw meisje bij Foodiness. En zij gaat een stage lopen voor haar afstudeerscriptie. En dat vind ik echt heel erg leuk, want ze gaat onderzoek doen natuurlijk voor haar scriptie bij Foodiness. En ik vind het heel leuk omdat ik daar gewoon wat van kan leren. En ik vind het ook wel heel bijzonder om dat proces van het schrijven van je afstudeerscriptie een keer aan de andere kant van de tafel mee te maken. Ik heb zelf natuurlijk ook 2 afstudeerscripties geschreven. Dus ik vind het gewoon echt een super, 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 super interessant traject. En het is een hele leuke meid. Dus die ga ik vandaag een heel warm welkom heten bij Foodiness. Maar eerst ga ik nog even een lekker power ontbijtje maken. En dan gaan we die kant op. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Het is al donker en ik zit weer in de auto naar huis. Het was echt een super lange, leuke, productieve kantoordag. Het is 6:30 en ik heb honger en ik ben helemaal duf en moe. Maar we gaan wel met goed nieuws naar huis en daarom wilde ik ook even de vlogcamera aanzetten. Het was vanmiddag een beetje bloed, zweet en tranen, maar het is gelukt. De puntjes zijn op de i gezet van de Foodiness Meet & Eat Tour 2017. En ik kan jullie gewoon vertellen dat de agenda online staat. Het programma staat erbij. En je kan nu je kaartjes kopen. En ik ben echt zo enthousiast. En ook een beetje zenuwachtig, want ik ga het zo meteen op social media delen. En ik ben super benieuwd wat iedereen ervan vindt. Want we hebben zo erg ons best gedaan om het nog leuker te maken dan vorig jaar. En ik hoop natuurlijk dat het ook zo ontvangen wordt. Denk jij nu ja? Ik wil ook een keertje naar de Foodiness Meet & Eat Tour. Ga dan snel naar www.foodiness.com en koop je kaartjes. Want ik hoop natuurlijk dat jij er ook bij bent dit jaar. Want ik wil nog meer lieve Foodiness Girls ontmoeten. Ik ben thuis. Sta voor het hek. Ik ben mijn druppel kwijt. Waar ben je? Oh, hier ben je. Open the gates. Yay! Het is ook vies weer, jongens. Bleh. Oh! Zagen jullie dat? Die mensen gingen stiekem naar binnen door te hekken. Toen kon ik er niet meer in. Oké, opnieuw. Open the gates! Yay! Nu komt Carrie eraan. Zo. En dan eten maken. Het is woensdagmiddag en de week is weer door 2. Vanochtend heb ik lekker thuis gewerkt en gesport trouwens. Ik was om 8:30 terug, toen had ik al gesport. Ha. En ik ben even aan het zoeken tussendoor. Uitgang, ja. En heb ik lekker thuis gewerkt, want ik heb vandaag in de middag een eventje buiten de deur in het centrum van Amsterdam. Iets heel erg leuks. Ik ben namelijk uitgenodigd voor de lancering van de nieuwe Anna Nushin Hunke Müller Swimwear Collection. Als Hunke Müller Ambassador mag ik daarbij zijn. Dat vind ik echt te gek, want ik heb al... We hebben natuurlijk op Instagram al stiekem wat items gezien. De Instagram van Anna en de Instagram van de Hunke Müller. Dus dit wordt echt zo gaaf. Dus daar ga ik nu naartoe. Een beetje de weg zoeken. En ik wil trouwens ook even vertellen dat er super veel kaartjes zijn verkocht voor de Foodiness Meet & Eat Tour. En het vind ik echt heel erg leuk. Ik heb gisteren verteld, ik was toch wel een beetje zenuwachtig of zo. Ik vond het heel spannend wat er allemaal ging gebeuren. Maar iedereen heeft echt heel positief gereageerd op het programma. En dat vind ik echt heel leuk. Dus dat gezegd hebben we. Op naar Anna! Wat een doolhof. Nog meer deuren? Ja. Ah, we zijn buiten. But you're just in my way. I came to party on my own. Oh, this is nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Met een giftcard. En daar ben ik echt heel blij mee, want ik heb mijn favoriete Anna items. Dus dan kan ik die leuk scoren. Ik ga nu snel terug en door en verder. Want ik heb
Nog een volgende afspraak om 3 uur. En het is ondertussen al 2:15. Mijn buik is in ieder geval gevuld van de lekkere hapjes. Ik heb me echt misdragen. Ik heb echt 4 keer of 5 keer een bordje gepakt. Oh, zo lekker. Dit is echt een dikke vette zak patat. Dat kan niet anders. Het is... Oké, het is dus dinner time en ik ben met een vriendinnetje, maar we hadden geen zin om te koken. Wel heel veel zin in patat met kip en super veel saus. We hebben alles dubbel besteld. 2 kwart kip. Yummy! Ik heb zoveel gegeten. Ik heb buikpijn. Eigen schuld. Dikke buik. Een hele goede morgen. Het is vrijdag en ik zit in de Hoxton Hotel boven. We moeten heel veel foto's maken voor Foodiness, dus daarom ben ik vandaag hier naartoe gegaan. Super mooi hier, allemaal mooi aangekleed, goed licht. Kan je zien. Dus ik heb alles meegenomen, echt 2 tassen vol, want ik had zoveel pakketjes gekregen en alles stapelde zich op. Het zijn allemaal leuke dingetjes en het sneeuwt trouwens gewoon vandaag. Ik fietste hier naartoe, ik heb mijn make-up niks gedaan en toen sneeuwde het. Dus even kijken hoe het nu is. Het is nog een klein, het is nog steeds een klein beetje sneeuw. Gemberteetje. Eten, 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 eten. En ik ga jullie even laten zien wat er op bord ligt. We gaan ook weer in de sneeuw naar huis. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en het lijkt wel kerst. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar het sneeuwt gewoon. Het blijft liggen en het is wit en ik vind het zo leuk. Ik heb vanochtend lekker uitgeslapen en toen dacht ik ga maar thuis sporten. Want het zou zonde zijn om deze mooie witte sneeuw op de weg te verpesten met mijn voetstappen en met mijn fiets. Nu heb ik lekker gedoucht. En een maskertje erop zitten. Dit is echt een heerlijke zaterdag. En ik heb me hier zo op verheugd. Na alle weekenden in 2017 die ik door heb gewerkt, is het eindelijk lekker me-time. En date-time, want ik ga ook vandaag met Danny op date. Ha! Kijk nou, mijn boy! Sneeuw, 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 sneeuw. Een taartje voor hem. En taartje voor haar. Ik heb even de vlogcamera gepakt, want we zijn weer thuis. En ik had een super grote doos en ik snapte al niet hoe die zo licht kon zijn. Nou deed ik hem net open en... Een hartje! Dus ik denk dat dit een vervroegd Valentijns cadeautje is. Oh, hoe leuk! Met lipglossjes, oogpotlood. Happy Valentine! Yay! Het is inmiddels al zaterdagavond en ik ben eerder klaar dan Danny. Dit mag echt in de boeken. Breaking news in de krant, wel de krant, want Danny moet altijd super lang op mij wachten. En vandaag ben ik eerder. Vanavond gaan we gezellig uit eten met vriendjes bij Boca's Bar in de Jordaan. Ik ben er nog nooit geweest, maar het was een tip van mijn zusje en het zou echt super lekker zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog geen honger heb, want we hebben vanmiddag natuurlijk heerlijk slecht gegeten. Hallo. We hebben hartstikke slecht gegeten. En ja, heel veel. Het hele stuk taart heb ik me eentje opgegeten. Dus ik heb niet echt honger. We gaan trouwens heel decadent met de taxi. Kan eigenlijk niet voor zo'n klein stukje. Maar het is gewoon super gevaarlijk nu op de fiets. Op de meeste plekken ligt gewoon nog sneeuw. Dus het is gewoon heel glad. Dus we gaan gewoon met de taxi. Dat is wel lekker warm. Trouwens, krulletjes gemaakt in mijn haar vanavond. Ik vind het super leuk. Zit er nog een beetje in, hè? Nee, echt totaal niet eigenlijk. Een beetje een slag. Ja, dat is toch leuk. Kijk. Voor de eerste keer? Nou, redelijk. Oké, let's go. Goedenavond. Goedenavond. We moeten naar een paar Boca's, Westerstraat 30. Ja. Zelfs dat kleine stukje was slim gevaar, hè Dan? Ik viel bijna. Ja, ik zag het. Hallo. Dit is zo lekker. We gaan afsluiten hier en we gaan weer de sneeuw in. Want het sneeuwt gewoon weer. Knopen voor mijn gevoel, maar alles is
Dit is echt zo leuk. Ik zat net op de bank al helemaal klaar in mijn... Hussel, hussel. Al helemaal klaar in mijn joggingpak. Ik voor zondagavond niks meer doen. En toen belde Danny. En Danny is in de stad. En die vroeg of ik ook wilde komen. En dat we dan nog even samen naar de bioscoop zouden gaan. Maar hij zei, dan moest ik wel opschieten. En nu op de fiets springen. Want de film begon al in 20 minuutjes. Zoals je kan zien heb ik al een rode toet van de trappen. Ik ben dus in datzelfde joggingpakje op de fiets gesprongen. Naar de bioscoop. Dus het belooft nog een romantische zondagavond te worden. In joggingpak. Ik ga meteen de vlog afsluiten bij deze. Volgende week zie ik je natuurlijk weer. Want elke woensdag krijg je van mij een nieuwe weekvlog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan wil ik je ontzettend bedanken voor het kijken. En vergeet niet je kaartje voor de Foodness Meeting niet te scoren. Want ik wil jou er natuurlijk terugzien.